Wat gebeurt, dames en heren? Dit is Kismatronics. En welkom in Minecraft. Ja, was zo lang geleden in deze wereld. Oh. Dus welkom terug met onze musicbox. En kijk eens aan. Alles is nog precies hetzelfde als vorige keer. Het ziekenhuis daar. De palenberg daar. De brug daar. En de laatste aflevering 22. Daar zijn de katootjes. De schoorsteen. Ja, het is toch allemaal wel mooi. En vandaag zijn we dus in Datrog en ja, ik had even gekeken op een kanaal in de series van Undercraft. Die heeft letterlijk maar één view. En die is van mij. Dus ja, ik denk misschien vinden jullie dit gewoon weer leuk gewoon in Minecraft. Hier old and traditional, dus ja, vandaar dat wij terug zijn. Ik heb een planning gemaakt van vandaag. En dat is om de eerste keer, omdat ik dit nog in een oudere update was. Oh ja, ik heb nog één stukje voor de tv nog. Kijk, challengers. Ik heb nog één stukje voor de tv nodig. En ik ga mijn bed een andere kleur geven. En Victor gaat zojuist naar beneden. Even kijken of ik überhaupt wat wol heb. Maar kan ik wat doen? Nope, geen wol. Maar ik pak wel even jullie. Die zien er handig uit. Ja. Dus van de vorige aflevering hadden we de brug gemaakt. Maar ik weet niet zoveel van de vorige aflevering. Want dat was letterlijk een jaar geleden. Ja, volgens mij letterlijk een jaar nu. Ik weet niet. Nu was ik een cadeautje van Sinterklaas. Oh ja, de Sinterklaas bril. En 2 black wool, please. Oh ja, die krijg ik nog eens een keer van Sinterklaas. Spannend, oké. Okay. Vandaag moet ook natuurlijk iemand in onze Fangs plekje doen. Wie gaat dat worden? Moet ik eerst even een signetje craften. Even een sign nodig. Wat zijn signs? Kijk, oh, helemaal aan het begin, wauw. Prachtig. Oké, dus vandaag gaan we iemand toevoegen aan ons Fangs plekje. Zoals ik 100 keer heb gezegd. En dit keer wordt dat Damien. Niet Damien, maar Damien. Want Damien staat erin, maar Damien nog niet. En Damien is toegevoegd aan de kruiden. Want bijna al mijn subscribers die gaan worden toegevoegd. Dus ja, laten we even dit ding in mijn hoekje doen. En wol hebben we nodig. Wol. Dat is onze main thing spul iets. Wol. Oh ja, ik kreeg hem nu ook pas. We waren hier... Oh, niet meer. Geen idee. We waren hier beneden toch ook best met... Ja, met ons koffingstandbeeld. Oh, herinner ik me ook nog. En hier was ik verplicht om een hele beach te maken. Oh. Oh, de goede oude tijden. In ieder geval... Even geen zielige oude tijden praat meer. Laten we een schaap gaan zoeken. Nou, heb ik wel even mijn schaar nodig. Oké, ik roep wel als ik een schaapje heb gevonden. Ik herinner me nu ook opeens dat we voor het strand zand nodig hebben. Oh, alsjeblieft, kan de regen even uit. Nee, wow. Maar dit is wel een heel, erg glitch stukje dit. Oké, okay, ik ga een boot maken, want ik zag daar een zandeiland achter dit eiland. Dus dat is de chat. Laat ik nu even terug naar school. Maar eerst die schaap, Please. Please, ik wil veel wol. Give me heel veel wol. Hoeveel wol geef je me? 1. Nou, precies genoeg om een tv op te maken. Ik heb alleen nog even wat inksacks nodig. Ah, we zijn er al. Spring, oh. Zo. Laten we even wat insecten pakken en dan naar het eiland gaan. Dus dat is mijn plan. Maar zo gemeen is het plan ook niet. We komen eraan, tv'tje. We komen eraan. Waarom staat dit überhaupt hier? Ga weg. Oeh, waar ligt tv'tje? We komen eraan. Dit is wel een hele dramatische... Hele lange slow motion ding. Wacht, wat? Ik heb wol. En ik heb inksacks. Waarom kan ik dan geen zwarte wol maken? Hier, zwarte wol. Oh. Oh, het is zo zwart dat je het zelf kan zien dat je het kan krachten. Mooi, het is dat van Victor. Ik wil altijd via de voordeur gaan, maar dat lukt nooit omdat Victor altijd in de weg staat. Dat vind ik altijd zo een aardig van hem. Het laatste blokje. Tada! Dat is de tv. Nu hebben we nog een painting nodig voor op de tv. Die kunnen we even craften nu. Een painting.
Dat lukt nu toch wel? Even kijken, waar is het? Hier, stokjes. Stokjes. Painting. Gotcha. Op naar boven en... Kijk er. Oh, kijk, dat is een mooie. Prachtige tv. Was het toen? Prachtige tv. Applaus. Prachtig, prachtig. Eerlijk maar. Ja, mooi. Oké, okay, nu hebben we nog een andere kleuren bed nodig. Maar dat gaat nogal irritant worden. Ik moet ook maken dat ik een lighter verkat en lighter. Dus ik ben er nogal van af te glijden. Maar dat moet ik niet doen, want ik ben in survival. Dus don't do it. Oh ja, Keep Inventory staat ook niet aan. Dus dat maakt het ook meer legit. Even kijken, waar is Amy? Want ik zie Victor overal. Maar Amy ben ik gewoon echt kwijt. Hey, Victor, handelen. Hey. Oh. Ik heb al wat rotte fles. Wacht eens even. Ik heb al wat rotte fles voor jou. Wacht eens even. Of 36 en wij hebben 6. Oh. Dan wordt dat meer monsterjagen, denk ik. Maar waar de fles is Amy? Het is gewoon van de aardbodem verdwenen. Dit is gewoon het mysterie van Amy. Het is verdwenen. En dat is ook een mysterie die we moeten oplossen. Scannen we mijn radertje of ik Amy ergens hier rondwandelen? Nee. Dan is er vast een zekere despawn. Kan gebeuren. Ouch. Naar de boom! Of nee, Chuck niet. Oké, dit is mijn plan. Ik zeg elke keer. Elke keer als ik niks weet om te zeggen, begin ik met mijn plan is. Het is geweldig. Dus laat in de comments achter even. Wat zou ik gaan bouwen hier eigenlijk? Want ik heb nu deze mooie, hele mooie brug gemaakt. Maar, au. Wat ga ik hier bouwen? Laat dat even in de comments achter. Of ik zet het wel even op mijn website en poll neer. Wat ik hier kan gaan bouwen. Dus, ja. Oké, dames en heren. Ik ben op mijn paard gestapt. Maar ik kom er niet meer vanaf. Kijk. Ik kom er niet meer vanaf. Ik kom er niet meer vanaf. Dus ik moet mezelf maar even dood, dingsen. Irritant paardje. Oh, dan krijg ik mezelf nog eens doodgaan, maar oh god. Bijna. Bijna, hè. Oh, Keep Adventure is er wel aan. Steve is gestikt in de muur. Briljant, maar je bent wel vrij van het paard. Victor. Oh, echt. Vies joh. Kan niet tegen. Dus dat was deze aflevering van Minecraft hier lang geleden. En ja, welkom dus terug, zou ik zeggen. Op de poll op mijn website kan je kiezen van wat gaan wij allemaal doen. En dan zie ik jullie de volgende keer. En probeer ook niet de quiz te doen op mijn website. Doei!